enabling gender-responsive disaster recovery, climate and environmental resilience in the Caribbean. En gender is de naam van het project dat vandaag is gelanceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Engender project moet volgens BISA-minister Mike Noor Salim ervoor zorgen dat er gendergelijkheid ontstaat voor vrouwen die onevenredig en zwaar getroffen worden door klimaatverandering en rampen. Ook kunnen vrouwen helpen bij het formuleren en uitvoeren van beleid met betrekking tot het milieu. De bescherming van de biodiversiteit, als ook adaptatie en mitigatie bij klimaatsverandering. Interventies op dit gebied moeten expliciet een genderperspectief bevatten en rekening houden met de specifieke behoeften van zowel mannen als vrouwen. In juli 2019 heeft de UNDP, het ministerie van Binnenlandse Zaken, benaderd om de functie van Government Coordinating Focal Point in Suriname voor het regionaal gender en genderproject te bekleden. Dit, gelet op de projectbenadering, haar intensieve betrokkenheid bij de voorbereiding van het projectdocument en het feit dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor het nationaal genderbeleid. Het Engender-project is in 2019 ondertekend. Het is een regionaal project waarbij 9 begunstigde landen betrokken zijn, te weten Antigua en Barbuda, Dominica, Belize, Grenada, Guyana, Jamaica, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines en Suriname. Vertegenwoordigers van de UNDP en de Hoge Commissie van Canada, respectievelijk Margaret Jones-Williams en Lillian Chatterjee, benadrukten het belang van het wegwerken van genderverschillen. Als voorbeeld haalden ze aan dat vrouwen op het gebied van milieu en klimaatverandering vaak over dezelfde kwaliteiten beschikken als mannen en toch ondergewaardeerd blijven. Sharon Sarijan van het bureau Genderaangelegenheden van het ministerie zegt dat dit project is ontwikkeld omdat klimaatverandering en milieu sociaal-politieke problemen zijn. Het totaalbudget voor dit project is $15,3 miljoen. Waarvan een groot deel ook door de overheid van Canada is gefinancierd, wordt gefinancierd. En het heeft een looptijd van 4 jaar, van 2019. Het is vorig jaar begonnen en het loopt door tot 2023. Dit is ook al genoemd vanwege de multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak. Zullen we ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Dus leaving no one behind heeft te maken met het vervullen van de SDGs die ook eerder op de morgen zijn genoemd. En een van de belangrijkste is natuurlijk SDG 17, omdat we het niet alleen kunnen doen om klimaatverandering, ook op het gebied van gender en andere kwetsbare groepen, dat deze mensen ook worden meegenomen bij de programma's, de adaptatie- en mitigatieprogramma's van klimaatverandering, rampenbeheersing en herstel daarvan. Tot zover Sharon Sarijan van het bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze heeft vandaag een presentatie gehouden over het Engender project dat vanmorgen is gelanceerd. De launch vond plaats in het Marriott Hotel.